Er werd me gevraagd hoe ik deze kaartjes gemaakt heb. Dus ik dacht, dan laat ik dat maar even zien. Dan kun je dat zelf ook. Tadaa. Deze vind ik zelf wel heel mooi. Persoonlijk. Deze. Dus ik begin met gewoon A4 papier, aquarelpapier van de Action. En die snij ik dan in 4 stukken. Beetje grofweg. Ik meet nooit precies. Ik heb altijd zoiets van, nou, dit ongeveer is de helft. En dan heb ik deze, weet je die dingen? Clear stamps. En die doe ik dan op mijn stempelblokje. Het lijkt of het een beetje oorlog is hier buiten, maar het is oud opnieuw. En ze zijn vandaag ook mijn hele blije trui. Ze zijn royaal bezig met vuurwerk. Dan heb ik de Versamark. Die doe ik erop. En daar stempel ik mee. Gebruik ik embossingpoeder. Welke kleuren dat je leuk vindt. Deze vond ik wel erg mooi met de blauwtinten. Poeder weer netjes terug. En deze embossen we dan even. Sorry voor de herrie. Je kunt alle kleuren embossingpoeder gebruiken die je wil, of wat je mooi vindt. Of clear embossingpoeder, dat kan ook. Maar overal waar het embossingpoeder zit, daar komt dadelijk geen water en geen verf. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hoera, vuurwerk. Even kijken welke het was. Dan heb ik de potjes Brusho. Het zijn van deze potjes. Het zijn kristallen. Dat is heel fijn poeder. Daarom heb ik ook een punaise erin gedaan in plaats van de potjes helemaal open te maken. Je hebt er ook maar heel weinig van nodig. Even kijken, wat hadden we hier? Oranje, daar heb ik nog wel een beetje van. Je hebt er echt maar heel weinig van nodig. Dus dan doe je een beetje hierin. Oranje hadden we. En turquoise. Als ik me niet vergis, wat was dat? Deze. Wel in beeld blijven natuurlijk. Beetje poeder. Geel, lemon, Pruisisch blauw,
kleur had ik gemaakt. Dan doen we daar een beetje water bij. En dan krijg je al gelijk een hele mooie waterverf. Andere kant, maar ja. Blauw is een van mijn favoriete kleuren. Dus ik ben ook blij dat er heel veel verschillende soorten blauw en paarse in de brusho zijn, in de brusho kleuren zijn gemaakt. En deze heb ik vanmiddag gebruikt. Als ik daar dadelijk weer water bij doe, dan kan ik hem gewoon weer gebruiken. Dus deze leggen we hier. En dan moet ik even kijken dat ik in beeld blijf. Yes. Dan ga ik alleen met een waterkwastje, met een kwastje met water, het papier nat maken. En ook goed nat, dat het er echt bovenop ligt. Excuseer mijn teken, mijn filmtalent. Ik ben niet zo'n held in dat soort dingen. Even kijken of ik het kan laten zien. Gewoon echt veel water. En de embossingpoeder werkt eigenlijk als een soort bruggetje, zodat het niet van de ene naar de andere kant loopt. Pak een beetje brusho en dan alleen aan de voorkant tik ik het aan. En dan krijg je heel mooi, eigenlijk een soort het glas en lood effect. En ik heb al ontdekt, als je ze allemaal tegelijk doet, dan willen de verschillende vakjes nog wel eens in elkaar overlopen, omdat het van die dunne lijntjes zijn ertussen. Dus ik probeer ze om en om te verven, zodat ik niet dadelijk één groot vlak heb in plaats van overlopende kleurtjes. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Ik weet ook niet of ik over hem op zelfs dat gaat lopen. Kijk. Voilà. Je kunt natuurlijk alle kleuren gebruiken die je wil. Als je niet zoiets hebt van goh, blauw, dan pak je roze of oranje of geel of rood. Maar het is, je hoeft er niet voor te kunnen schilderen, je hoeft er niet voor te kunnen verven, je hoeft er niet eens voor te kunnen tekenen. Dus het is heel geschikt voor mensen die absoluut niet kunnen tekenen, zoals ik. Maar goed, dat het dezelfde kleur moet zijn. Blijf mensen werken. En ik heb er ook in gemaakt met waar alle tussenstukjes een andere kleur hadden. Maar het is op zich wel mooi, maar ik vond dit gewoon bijzonder. Iets anders. Ik hou van dingen die anders zijn. Nou,
er een Wereldoorlog 3 hier buiten. En dan hadden ze nog wel gezegd dat Boshoven een vuurwerkvrije zone zou zijn. Dus. Niet echt. Wel een secuur werkje. Of het ligt aan je stempel natuurlijk. Als je een hele grove stempel hebt, dan is het natuurlijk niet zo'n secuur werkje. Maar het is gewoon, het is echt leuk om te doen. En het is, iedere keer heb je weer een ander effect. Ik maak hier gewoon een kleur van. Zo zie je maar, overal gaat het wel eens niet zoals het moet. Dan maar één kleur, ook geen probleem. Kijk, dan kom je bij een ander belletje uit en die is in één keer heel mooi. Nou, dan doen we die. Heeft wel wat. Voilà. Dan gaan we door met geel. Dat zijn deze stukjes. Niet veel water. Vanmiddag had ik ook hier een waterdruppeltje in gedaan. Dan kun je het beter doseren. Als wanneer dat je het in het potje doet. Dan heb je niet meteen... grote hoeveelheden. Je kunt natuurlijk ook gewoon hier en dan gewoon verven zonder dat je het in het kaartje nat maakt, maar dan krijg je niet dat mooie druppeleffect. Dat zei ik heel. Het zijn ook van die mooie heldere kleuren die erbij zitten. En het leuke is, dus het ligt aan hoeveel water dat je gebruikt, wat voor kleur dat het wordt. Want ik heb deze gemaakt. En dat is maar met één kleur blauw. En soms had ik wat meer water en soms wat minder. En zo heb je met één potje echt heel veel verschillende kleuren. Verschillende tinten van één kleur. De dingetjes. En die doen we met oranje. Ik vind ook de combinatie blauw met oranje erg mooi. Een stukje nog. Die doen we ook geel. Steekt een beetje af. Voilà. Kijk, dit is dus niet de bedoeling. Maar oké.
dan heb ik mijn hete luchtfeun. En die zet ik dan op mijn heattool op niet hard blazen, zodat niet gelijk mijn hele effect weg is. Zo het grootste gedeelte even droog blazen. Ik vind het wel wat weg hebben van glas en lood eigenlijk. Dit is gewoon echt jammer, het is helemaal oranje. Ja, misschien als het helemaal droog is en ik doe het straks een keertje eroverheen, dat ik het wel weer helemaal blauw kan maken. Of ik laat het gewoon zo, niet perfect, zo goed. Hè. Meer een les voor het jaar. Dan hoeft het niet helemaal droog te zijn voor wat ik er nog mee wil doen, dus het zal niet al te lang blazen. Het loopt in ieder geval niet meer. Nou, dit kan naar de kant. Dan ga ik er nog op stempelen. Deze eraf. Wel lief schoonmaken straks. En dan zetten we erop. Deze. Die vind ik wel erg leuk. Dezelfde kleur. Ja, joh. Verre zijn Mark. Niet te hard drukken, dan bleven de lettertjes ook mooi, heb ik ontdekt. Yes. Hetzelfde kleur als de vlinder. Even kijken dat ik die erop doe, want anders dan alles wat nat is, blijft natuurlijk aan plakken. Even kijken. En dan I'm thinking of you. Deze even aan de kant. Poeder weer terug te redden. Hop. Dropje erop, anders heb ik gelijk de hele kamer vol met glitters liggen. Leuk, maar niet echt. Deze moeten we weer even heat zetten. En normaal kun je dat heel mooi zien als embossingpoeder zet. Maar bij deze is het heel moeilijk te zien. Ik vind het wel een hele mooie kleur. En dan krijg je dit. Lekker een spiegelbeeld. En dan maak ik de achtergrond. En die maak ik, denk ik, even kijken, leuke kleur. Dat heb ik hier gebruikt. Ik heb geen idee meer welke kleur. Paars, denk ik. Purple. Staat hij er nog? Ja, staat er nog. Ik denk dat het deze was. Nee. Ja, dat heb je als je allemaal verschillende kleuren gaat gebruiken. Je hebt ze allemaal nog staan. Dan weet je niet meer welke kleur je gebruikt hebt. Of we gooien gewoon... Oh, violet. Die hebben we nog niet geprobeerd. Dan gaan we een nieuw kleurtje proberen.
Voilà. Vast leuk. Beetje water erbij. Oeh. Nice. Mengen. Oké. Dan pak ik mijn grote kwast. En dan maak ik gewoon alles nat. Ik hou niet van heel netjes werken. Juist de chaos in knutselwerkjes vind ik vaak het mooie. Dat kun je ook maar één keer maken. Dat is niet na te maken. Je maakt iedere keer iets anders. En met dezelfde materialen krijg je toch weer een ander resultaat. Als alles via regeltjes moet, dan krijg ik het heel benauwd van. Oh, ik maak mijn eigen regeltjes en ik verzin mijn eigen dingetjes om te doen. Want er zijn heel veel verschillende manieren om knutselmateriaal te gebruiken. En het hoeft niet altijd allemaal volgens de regeltjes. Je maakt die regeltjes trouwens. Maakt er niks uit. Als je er maar plezier in hebt. En sommige dingen zijn heel leuk en sommige dingen slaan echt helemaal nergens op. Ja, daar heb je dan ook weer van geleerd. Dus, paars. Nice. En op de een of andere manier het randje net om het embossing pakt hij meestal niet. En ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik krijg een beetje randje. Die brusselpoeders, ik ben echt helemaal verliefd. Je kunt er zoveel dingen mee doen. En ze zijn allemaal even leuk en even mooi. En anders. Ik hou van anders. Dingen die anders zijn. Helemaal happy. Een beetje hier. Voilà. Papiertje bij de hand. Dan heb ik hem gelaten hier. Even droog blazen. Een beetje. Je kunt met brusje ook nog heel veel andere achtergrondjes maken. Dat wil ik eigenlijk als volgende proberen. Misschien wel zo'n blender. Maar dan een beetje die uitbarsting van die kristallen als achtergrond. Dus het stelt eigenlijk niks voor. Het is heel makkelijk. Het is spelen met water en kleuren. En het papier bobbelt een beetje. Dat komt omdat het, ja, dus het is waterverf. En dat bobbelt vanzelf altijd een beetje. Dus wat ik dan doe, is ik pak een ander kaartje. Die plak ik erachter. En dan doe ik het in een sprookjesboek. En dan zet ik dan mijn snijmachine op. En dan na een tijdje is die vanzelf plat weer. En zo maak je die. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt.